rechtsbuiten. Zou mooi zijn trouwens als we daar nog even mee kunnen praten met Lars Veldwijk. Ik weet niet of dat het telefoontje was dat we nu... We gaan gelijk. Is dit Lars Veldwijk? Mooi zijn. Is dit een soort radio-uitzending waar je echt de telefoon hoort overgaan met hem? Lars Veldwijk. Dit is een hoorspel, Geert. Ja. Met Lars. Hey. Dag Lars, met Neil. Gefeliciteerd. Wie is dit? Zo, ja, dag ja. Lars, met Neil. Hallo? Dag Lars, je spreekt met Neil Peets en FC Afkikken. Hoi, goedenavond. Goedenavond, jongen. Zit je in de trein? Ik zit in de auto. Ja. Kunnen we even met je bellen of niet? FaceTime wou je toch? Ja? Ik ben met 5 minuten thuis. Oh, of kan je nu gewoon even bellen? Dat is ook goed hoor. Ja, ik kan ook bellen hoor. Oké, we hadden het net over je. Over ja, dat je toch wel de man van het weekend was voor PEC. En eindelijk weer wist te scoren ook. Na 5 wedstrijden. Ja, dat was lang geleden. Ik heb in 2016 nog niet gescoord. Dus ja, eindelijk. Wat wil je dat noemen, Jan? Ja, hoe is dat voor een spits? Hoe erg gaat dat knagen? Ik denk dat elke spits wel kan behalen. Maar als je niet scoort, dan ja, al speel je een goede wedstrijd, dan is het toch vervelend. En uiteindelijk word je ook afgerekend op je goals. En als je dan 5 wedstrijden niet scoort, dan is het wel heel vervelend. Ja, toch wel mooi. Je hebt er 2 gescoord. Dan is het voor mij de 2 of 93 minuut. Ga je alleen op Vermeer af? Hoe lang twijfel je om zelf binnen te schieten? Ja, ik was wel blij dat ik niet de nieuwe Johnny van Beukering werd. Want ik moest nog een aardige sprint trekken van 60 meter voordat ik bij de goal was. Dus, Johnny van de Burger King. Ja, er was een discussie. Vind jij jezelf snel eigenlijk? Ik vind mezelf niet langzaam. Maar ik ken wel jongens die veel sneller dan mij zijn. Oké, nee, er was even hier een discussie. De quote was, Lars Veldwijk is geen Messi. Nou ja, als je ziet hoe Van Beek op zijn kont valt. Ja, daar ging het inderdaad om, ja. Daar ging het om, ja. Hoe erg schrok je daarvan, Lars? Nou ja, ik moest wel lachen vandaag bij de nabespreking. En Roljan zegt, ja, ik vond het echt een hele knappe actie van Lars. Dus iedereen schoot een beetje in de lach. Van, ja, er gebeurde helemaal niks. Maar toen zei de trainer ook van, ja, het is eigenlijk heel knap dat je niet in de lach schiet. Hè? En uiteindelijk nog die bal zo mooi binnen schiet. Ja. Dus ja, die van binnen moest ik volgens mij ook wel lachen. Want omdat ik zo gefocust was, schoot ik eerst die bal er nog in. Maar toen ik hem terug zag op beeld, heb ik er ook op moeten lachen eigenlijk. Ja, nee, het was een zeer echt een moment wat je niet vaak ziet. Wat ik trouwens ook wel zag hè, na de overwinning is het Hosanna-stemming bij PEC Zwolle en droefenis bij Feyenoord. En dan zie ik jou op een gegeven moment een lang gesprek hebben in de sneeuw, voor mij sneeuwde het, bij Michiel Kramer. Waar ging dat over? Ja, gewoon over de situatie waar Feyenoord in zit. En ik heb tegen hem ook gezegd van blijf gewoon je ding doen en ik weet dat je goed genoeg bent en... Ja, wat de mensen ook alweer zeggen, daar moet je maling aan hebben. Ja, we verkeerden eigenlijk een beetje in dezelfde situatie. Want bij mij bij Zwolle waren ze ook vrij kritisch omdat ik een paar zijn niet had gescoord. Dus het liep was een beetje aan het morren. Dus we hebben elkaar gewoon even gesproken en gezegd wat we ervan vonden. En weet je, is dan het praatje, weet je wel. Ja, want jullie hebben voor mij, in ieder geval, dat heb jij voor mij gezegd, jullie lijken ook heel erg op elkaar. Weet je, het zijn spitsen, als ze niet scoren, worden ze vaak gezien als lui en al overbodig binnen een ploeg. Ja, precies. Kijk, we zijn altijd lang dat we niet hard werken, het ziet er gewoon anders uit bij ons. Dat heb ik al ook in de interviews aangegeven. 95 kilo en 1,97. En het ziet er gewoon anders uit dan dat een jongen van 1,70 en 70 kilo onderweg is. Ja. Het oog gewoon heel anders. En, ja. Ik heb gisteren kunnen laten zien dat ik niet langzaam ben, maar het ziet er gewoon anders uit bij mij. Als zo'n lichaam in beweging is, dan ziet het er gewoon anders uit. Dus. Ja, we zitten nu in februari, dan is het nog het seizoen, duurt nog 3 maanden. Ben je al een beetje aan het nadenken over volgend seizoen? In de winterstop speelde er wel wat dingetjes, dus daar ben ik wel over gaan nadenken, maar uiteindelijk... ben ik gewoon voor een jaar verhuurd, dus was het al vrij snel duidelijk dat ik het seizoen gewoon zou afmaken bij Zwolle. Ja. En dat doe ik met heel veel plezier. En Zwolle is geïnteresseerd, die wil me heel graag houden. En die optie hou ik ook zeker open. En ik wil eigenlijk gewoon het seizoen eerst afmaken en van de zomer dan kijken wat er allemaal komt. Ja, wat speelde er in de winterstop? Zwolle zelf, die wou graag toen al actie ondernemen. En er was ook wat interesse en navraag vanuit het buitenland. Alleen dat zat er toen gewoon niet in ook, omdat ik gewoon voor een jaar verhuurd ben aan Zwolle. Ja. Nou, we gaan het meemaken. In ieder geval deze reeks volhouden. En dan staan de clubs denk ik in de rij voor je.
Laten we het hopen, ja. Ik hoop dat we het goed af te maken. Ja. Al die counterploegen, Lars, die willen met jou gaan voetballen vanaf de middenlijn. Ja, als ik ben verdedigd, botten ging staan, dan moet het goed komen. Dankjewel voor je tijd, Lars. En we spreken elkaar snel. Is goed. Hoi, hoi. Oké, doei.